mijn eerste herinnering is natuurlijk mijn debuut. Ik kan me herinneren dat ik werd uitgekozen bij de corners en de vrije schop om te oefenen. En dat was eigenlijk een team dat zou spelen. Dus toen wist ik eigenlijk al dat voor de match. Niemand minder dan Jan Vertonghen. 11 jaar geleden van de match zelf wist ik dat we ook tegen Portugal speelden. Tegen grote namen als Deco, Nani, Charisma. Dus dat was direct vuurdoop. En ik heb er wel van genoten, ondanks dat we verloren hebben. Die liggen allebei eigenlijk heel kort op elkaar. Ik denk dat de wedstrijd was op het WK ook tegen de Verenigde Staten in de achtste finales. Waar we een van onze beste wedstrijden en toffe en leuke wedstrijden eigenlijk hebben gespeeld. Een paar dagen ervoor maakte ik een goal op 2K. Natuurlijk ook nooit zal vergeten in de wedstrijd die we met 1-0 wonnen van Zuid-Korea als aanvoerder. Dus dat was wel bijzonder. Ja, ik ben altijd heel trots geweest om voor de nationaal ploeg te spelen. En dat dan 100 keer te mogen doen, ja, voor mij is dat iets geweldig. Het is ook het begin van de voorbereiding nu op het WK. Dus ja, niet alleen de focus ligt natuurlijk op die 100 interlands. Maar het is mooi dat ik het nu kan vieren, zodat we op het WK op andere dingen kunnen focussen.